Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 23 van de Eredivisie. En natuurlijk wat we gaan voorspellen voor de speelronde 24 van de Eredivisie. Maar er zijn ook inhaalwedstrijden geweest, laten we daar eerst eens even naar kijken. En natuurlijk Europese wedstrijden. NEC moest thuis tegen VVV Venlo voor de KNVB-beker. Helaas voor NEC hebben ze dat uiteindelijk na de verlenging niet gewonnen. Dat is namelijk VVV. Heerenveen-Feyenoord was een geweldige wedstrijd. Feyenoord stond dik voor, maar uiteindelijk heeft Heerenveen alsnog gewonnen. Het was geweldig om naar te kijken als neutrale supporter. Olympiakos PSV was iets minder leuk om naar te kijken. Werd 4-2 en Lille tegen Ajax werd 1-2. Dan zijn dit de wedstrijden die we voorspeld hebben voor speelronde 23. Willem II tegen FC Utrecht werd 0-6 maar liefst. FC Emmen heeft eindelijk de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van PEC met 3-2. VVV AZ werd 1-4. Fortuna won met 2-0 van ADO, waardoor ze op de 9e plaats maar liefst staan. Fortuna doen ze echt heel goed. FC Twente tegen Feyenoord werd 2-2. RKC Heracles werd 3-0. Heerenveen Groningen werd 1-1. PSV tegen Vitesse werd 3-1 en Ajax won met 4-2 van Sparta. Dan is dit de ranglijst op het moment. Ajax staat bovenaan met 56 punten, dan komt PSV met 50 punten. AZ staat derde met 46 punten, dan komen Feyenoord en Vitesse met 42 punten. Groningen staat zesde met 38 punten, dan komen Utrecht en Twente met 34 punten. Fortuna staat dus negende met 31 punten, dan komt Heerenveen met 30 punten. Heracles staat elfde met 28 punten, dan komt Sparta en PEC met 23 punten. VVV en RKC hebben 22 punten en dan een heel stuk daaronder komen Willem II en ADO Den Haag met 13 punten en onderaan Emmen met 9 punten. Dan zijn dit de voorspellers top 8. Mikey staat bovenaan met 190 punten. Dan komt Luc met 188 punten. Nak staat derde met 180 punten. Dan komt Dilano met 178 punten. Jesper staat vijfde met 175 punten. Novio Magaf staat zesde met 171 punten. Jarno staat zevende met 169 punten. En een nieuwe in de top 8. Namelijk Stan de Voetbalman die ook weekwinnaar is geworden met maar liefst 12 punten voor de afgelopen speelronde. Heeft heel goed gedaan, dat is de weekwinnaar geworden. Dan gaan we naar de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de komende speelronde. Namelijk eerst de Eredivisie inhaalwedstrijden. Willem II tegen ADO en Groningen tegen Feyenoord. En Europa League worden de returns gespeeld. PSV thuis tegen Olympiakos en Ajax tegen Lille. En de wedstrijden voor de volgende speelronde aankomend weekend zijn PEC tegen Heerenveen, FC Utrecht thuis tegen FC Emmen, ADO ontvangt RKC, Vitesse ontvangt VVV, Heracles moet thuis tegen FC Twente, dat is een soort van derby, Sparta ontvangt thuis Willem II, is een kans voor Sparta om wat punten te pakken, en Groningen moet thuis tegen Fortuna, PSV ontvangt Ajax, een topper en nog een topper, AZ moet tegen Feyenoord. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen volgende week. Adios, amigos.